Hoi, hier David van Bright. Ik heb vandaag mijn favoriete gadget van de maand meegenomen en je raadt nooit wat het is. Ik zal hem even laten zien en kijk goed. Nee, het is niet een veel te dikke iPod met 1,83 miljard liedjes erop. Ik haal hem nog een keer ervoor en dan denk je, slot, slim slot voor op de motor, op de fiets. Nee, dat is het ook niet. Dit is een juist een Mi Portable Air Compressor, oftewel een snoerloos draagbaar luchtcompressortje waarmee je alles rondom en in het huis kan oppompen, wat je maar kan bedenken. En denk dan aan banden: autobanden, fietsbanden, vetbikebanden, mountainbikebanden, wielrenbanden, kruiwagenwielbanden rolstoelbanden. En niet alleen dat, maar denk dan ook ballen. Denk dan voetballen, basketballen, rugbyballen, handballen, korfballen. Elke bal die je maar kan bedenken. En nee, ga nou niet in de comments vragen, doet hij ook klootschietballen? Dat doet hij niet. Zo goed is mijn favoriete gadget van de maand nou ook weer niet. Maar wat hij wel doet met de ingebouwde spanningsmeter is jouw banden en ballenspanning heel nauwkeurig digitaal meten. Als je bijvoorbeeld je ballen gaat oppompen en jouw ballen bereiken de juiste ballenspanning, dan slaat die compressor automatisch af. Je hoeft dus ook nooit bang te zijn dat er te veel druk in je ballen komt. En persoonlijk vind ik dat ontzettend belangrijk. Wat vind jij? Laat het me trouwens even weten in de comments. Ondertussen ga ik door, want we hebben genoeg geluld. Het is tijd om te pompen. Deze Xiaomi draagbare luchtcompressor die heeft geen snoer. En dat maakt hem nou zo handig. Normaal gesproken ga ik met een motor met deze compressor op pad. 12 volt, sigarettenplug aansluiting, vrij groot. Lang snoer om het voor- en het achterwiel te halen. Zonder snoer is gewoon veel handiger. En de Xiaomi luchtcompressor kan dat doen, want hij heeft een... 2000 mAh accu'tje ingebouwd, lithium accu'tje. Hoeveel banden je daar nou eigenlijk mee kan oppompen, ga ik straks testen. De bediening van het compressortje is super eenvoudig. Je trekt gewoon het slangetje eruit. De display van de bandenspanningsmeter gaat aan en dan heb je hier de knoppen. Knoppen die ze volgens mij rechtstreeks van de eerste generatie Apple iPods geleend hebben. En daarmee bedien je of stel je eigenlijk in welke bandenspanning je wil. Nou zitten er een aantal presets op uh, en het werkt eigenlijk heel makkelijk. Je hebt dus een preset voor fiets, voor een scooter, voor een auto, voor ballen en dan heb je er eentje die je zelf kan instellen. In die presets hebben ze al een, ja, een keuze voor je gemaakt van wat de bandenspanning bijvoorbeeld voor de autoband moet zijn. Maar met de plus- en de min-knopjes kan je dat eigenlijk heel eenvoudig uh, aanpassen en omhoog schroeven of omlaag schroeven naar wens. En je kunt ook nog kiezen voor bar, het metrische systeem wat wij in Europa gebruiken, of wat bijvoorbeeld de Amerikanen gebruiken, psi, oftewel pounds per square inch. Met deze compressor kan je een maximale druk halen van 10,3 bar, althans op papier. En daarmee is deze luchtcompressor te gebruiken voor een hele grote groep mensen. Neem bijvoorbeeld fietsers, en dan specifiek even wielrenners. Die hebben een vrij hoge druk in hun banden. Vuistregel voor de wielrenner is: 10 kilo lichaamsgewicht is 1 bar in de band. Weeg je bijvoorbeeld 90 kilo, dan zouden dus 9 bar in je banden moeten. En dat haalt die compressor met gemak. Ik heb het niet tot 10,3 getest, maar wel tot 8,5, 9. En je hoort hem niet eens zuchten, dus dat gaat prima. Aan de andere kant van het spectrum hebben we de fatbiker die in het terrein aan het rijden is. Die fatbikers hebben dikke banden ja, en dan wil je in het terrein met 0,5 tot 0,8 bar rijden. En dan is er nog gewoon de stadsfietser of degene die gewoon lekker aan het toer is. Die zitten al snel rond de 4 bar in een gewone fiets. En de mountainbiker afhankelijk van het type band die die heeft, tubeless of eentje met binnenbanden. Ja, dat varieert ook ergens tussen de 1,5 bar en de 4 bar. En dat kan die compressor prima aan. Aan. Wat ik echt super handig vind aan dit compressortje is dat hij ook automatisch afslaat als hij de juiste druk heeft bereikt. Ik hoef er dus niet bij te blijven en kan ondertussen even wat anders gaan doen. En als laatste slimmigheidje zit er een ledlampje ingebouwd. Heel handig als je in het pikken donker met een lekker band zit en daarmee in de weer moet. De standaard aansluiting aan het slangetje is voor een autoventiel. Maar je krijgt er nog twee adapters bij. Dit is een Presta-adapter, ook wel uh, Frans ventiel genoemd. En met deze kan je trouwens ook het Hollandse ventiel, het ouderwetse ventiel op je fietsband, mee ompompen. Dit gaat wel ietsje minder goed. En dan is er natuurlijk nog uh, het naaltje voor de ballen. De grote vraag is natuurlijk hoeveel banden je kan oppompen voordat je deze weer aan de lader moet hangen. Ik heb dat getest met een fietsband. En met het achterwiel, de achterband van mijn motor. Uit mijn test is gebleken dat ik mijn fietsband in ongeveer 2 minuten naar 4 bar kan oppompen. En dat kan ik maximaal 10 keer doen voordat de accu helemaal leeg is en deze weer aan de lader moet. Bij mijn motorachterwiel viel het me een klein beetje tegen. Ik kon die. Achterband ongeveer 3,5 keer opladen en toen moest ook deze weer aan de lader. Een autoband heb ik niet geprobeerd, die had ik niet voor handen, maar ik schat dat je ongeveer 2 keer een doorsnee autoband kan opladen. Eigenlijk is mijn kritiek op dit compressortje dat die accu wel wat groter mag. Zeker omdat je hem niet kan gebruiken als je hem aan het opladen bent. Je moet hem dus eerst helemaal volladen en van 0 naar 100% is dat ongeveer 2,5 tot 3 uur. Hoe dan ook, dit is mijn favoriete gadget van de maand. En waarom? Ja, ik ben een beetje een bandenspanningsnerd. Ik doe aan off-road motorrijden, dat is een grote hobby van me. En ik kom op afgelegen plekken waar de ANWB niet gaat komen. En als ik dan een lekker band heb, dan moet ik hem zelf kunnen plakken. En sowieso, als ik van asfalt de zandwegen opduik, dan wil ik een lage bandenspanning. En als ik dan weer het asfalt op ga, dan wil ik een hogere bandenspanning. En dan is het heel fijn dat ik dat met een automatisch elektrisch pompje kan doen. In plaats van een zandpompje waar ik 233 keer moet pompen voordat ik er weer eens anderhalve bar in heb. Dat gezegd hebbende. Zie ik de mountainbiker en de wielrenner dit niet op een gemiddelde rit meenemen? Daar is hij toch iets te zwaar en vooral iets te lomp voor. Die zullen eerder met patronen aan de slag gaan of een klein pompje. Ga je echter een dagtocht maken, heb je een rugzakje, dan pas je daar prima in. En dat geldt natuurlijk ook als je een kampeerfietsvakantie fietsvakantie gaat doen. Dan kan je deze makkelijk meenemen en het is heel fijn om niet met de hand te hoeven pompen. En sowieso is het gewoon handig om zo'n compressertje in huis te hebben. Je weet maar nooit. En voor de prijs hoef je het niet te laten. Ik heb deze op de grijze markt voor 50 euro inclusief verzendkosten gekocht. Op de Ali's en dergelijke schijnt hij nog goedkoper te zijn. En als je hem bij de nieuw geopende Xiaomi Benelux winkel koopt, dan kost hij 69,99 euro. Maar dan krijg je wel alle EU garanties et erbij. Tja, ik vind dit compressertje zo leuk dat ik nog wat van mijn banden ga laten leeglopen. Dan kan ik tenminste nog even met het compressertje aan de slag. Dat vind ik namelijk zo ontspannend. Heb je nog vragen over deze Xiaomi Portable Air Compressor? Laat het dan achter op Instagram en ik kies een paar vragen uit en die beantwoord ik. En vond je dit een leuk filmpje? Geef ons dan een duimpje. Vergeet je niet te abonneren op het YouTube-kanaal en zet dat belletje aan, dan krijg je een berichtje als er een nieuwe Bright video verschijnt.